vakantie, de campings in de gemeente Gardenberg. En ik ben hier op een camping in Bankbrug. Ik ben benieuwd hoe de campinggasten zich vermaken tijdens mijn vakantie, gelet op de weersomstandigheden. We gaan het even vragen. Kindertuin, kindertjes vermaken zich. Hallo! Is het hier leuk op de camping? Ja, vermaak je een beetje? Oké, kijk. Goedemiddag. Nou, vermaken jullie zich nog een beetje hier op de camping? Ja, zeker. Ja? We zitten even van Max te kijken, hè? Oh ja, oké. Ja. En met de verwarming erbij, want ja, het is natuurlijk... Nou, ik sta niet aan hoor. Ik sta niet aan. Oké. Ja, we zitten gezellig met mijn kinderen. Gezelligheid, smiddags. En dan nemen we... Goed. En komen jullie hier regelmatig in Balbrug? Ja, mijn man. Ja. Hij is daar geboren. U bent er geboren. Het is een thuiswedstrijd, zeg maar. Ja. En jullie komen allemaal uit Balbrug? Nee. Wij komen uit Ons. Diepe Zee. Oh ja, jullie zijn op visite, zeg maar. Ja. Nee, we zijn met de caravan hiernaast. Ja, oké. Okay. Ja. Hoe is het om hier te zijn in de meivakantie? Heerlijk. Ja, heerlijk. Ja. We staan er al een week. Ja. Heerlijk is het. En het weer, wat vinden jullie daar? Nou, de eerste week was prima. Ja, oké. Okay. Ja, de avonden zijn wel koud, maar ach ja, dan ga je in de camper. Precies. Ja. Je maakt er het beste van, zeg maar. Ja, met een biertje erbij. Nou, het moet goed komen. En de hond vermaakt zich ook. Ja. Oké, ik wens jullie een fijne verblijf nog. Bedankt hoor. Ja. Tot ziens. Dag. Mevrouw, goedemiddag. Lekker in het zonnetje. Met een wijntje erbij. Een wijntje, als dat geen vakantie is. Nou ja, dat mag u wel zeggen. En hoe is het? En de honden meegenomen? Ja, de honden zijn mee. Ja. Het hele spul is mee en voor het eerst onze kleinzoon. Kijk, wat bijzonder. Hè? Die heeft nog nooit eerder gekampeerd met een caravan, dus zijn eerste keer. Dus een eerste ervaring. En bevalt het hem een beetje? Volgens mij wel. Ja. Hij heeft al een tijdje op het springkussen is hij geweest. Nou, dat vond hij geweldig. Wat speelgoed mee, wat dingetjes, wat zand. Ja. Dus... Iedereen tevreden. Nou, dat klinkt positief. En heb je ook nog een zon, hè? Op dit moment wel, maar de afgelopen dagen was het toch niet echt ideaal, dacht ik. Helemaal niet. Dus nee, maar jullie hebben zich er wel voor kunnen... Staan jullie hier al een tijdje dan? Nee, we zijn vanmiddag aangekomen. Oké. Okay. En we blijven tot dinsdagmorgen. Ja. Dus het is heel kort, 3 nachten. En je moet aantrekkelijk blijven. Nou ja, en waar komen jullie vandaan als ik vraag? Niet ver vandaan hoor, Zwolle. Zwolle, oké. Okay. Dus, ook al om de reden van, nou mocht het allemaal niet lukken. Ja, oké. Okay. Dan gaan we gewoon zijn met een half uurtje terug. Want, dat is waar. Ja, dus. Komen jullie hier geregeld of is het... Dit is de eerste keer. De eerste keer. Ja. Dus, hoe dus zijn we jullie... zijn helemaal... Helemaal nieuw. Ja, oké. Okay. Dus het is nog een beetje de omgeving verkennen waarschijnlijk. Het bos en het zwembad en zo. Ja. En het racedal. Een keer hier geweest bij Social Deal. Als hier een keer een wandeling. Ja. En dat hebben we toen gedaan. Dat vonden we een hele leuke camping. We zeiden vanaf vlakbij, leuk gebied. Ja. Normaal komen we eigenlijk niet in de racedal. Dus het is een heel mooi gebied. Ja, zonder mij. Dus even nou, fijn om te horen. Ik zou zeggen, geniet ervan. En een fijn verblijf nog. Mensen genieten van de rust in het mooie weer. Boekjes gelezen, wordt op internet gekeken, wifi is aanwezig. Zo. Ja, er is hier van alles voor de kinderen. Zeker. Ja. Ja, zeker. Is het voor het eerst dat je op de camping staat hier in Balbrug? Ja, voor het eerst dat we hier in Balbrug staan, dat klopt. Ja. Oké, en waar kom je oorspronkelijk vandaan? Uit Meppel. Uit Meppel, oké. Ja, vlakbij. Ja, maar toch, het racedal is bijzonder.
mooi, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Nou, we hebben nog niet zoveel van de omgeving hier gezien. Maar we zijn voornamelijk op de camping geweest, hoor. En dat bevalt prima. Ja, ja, oké. Okay. Dus je blijft hier nog een enkele dagen? We blijven nog eventjes totdat het weer echt slechter wordt. Ja, dan, nou ja. De komende dagen wordt het blijft het redelijk. Vanaf dinsdag wordt het minder, geloof ik. Ja, precies. Oké, okay, geniet ervan en bedankt. Dank je wel. Dag. Tot ziens. Dag.